Hallo Kaarten de Knakkers, ik ben Rick van Urban Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Mario Kart 8 Deluxe Online. We beginnen dit potje lekker goed met TikTok Clock, mijn favoriete map in de hele game. Natuurlijk de remake van het level van de DS. Ik speel eigenlijk altijd als Ludwig met deze auto, want dat is gewoon mijn strategie. Mijn hele speelstijl is gewoon precies afgesteld op de besturing van deze auto. Maar ik dacht, ik kan wel gewoon een keer een ander personage nemen dan fucking Ludwig. Ik heb geen idee waarom ik altijd als Ludwig speel. Ik denk, weet je wat, vandaag is een hele mooie dag. Ik ga lekker spelen als motherfucking Peach. Ik wil deze video meteen beginnen met iets heel interessants. Gisteren hadden we het namelijk in een video over het verkopen van een nier. Over dat je nieren heel veel geld waard zijn en dat je die zou kunnen verkopen op de zwarte markt. Toen opeens dacht ik, jouw nieren maken urine aan. Dat is een van de belangrijke dingen die je nieren doen. Toen opeens dacht ik, kan je ook je plas verkopen voor geld? En toen dacht ik, nou, ik ga even googlen, wat is plas waard? Misschien is het nog geld waard voor medisch onderzoek en zo. Want bloed is super veel geld waard. Vroeger kreeg je in Nederland ook betaald om bloed te geven, maar toen kreeg je heel veel heroïne junkies die bloed gingen geven met heroïne erin. Gewoon dat geld weer meer heroïne kochten. Dat trok een beetje de verkeerde mensen aan, dus daarom is bloed geven in Nederland, voor mij krijg je er geen geld meer voor. Je krijgt een roze koek en misschien een handdoek of zo. Het is nog een hele goede manier om af te vallen. Je verliest namelijk heel veel gewicht en je lichaam moet al die bloedcellen weer aan gaan maken. We hebben ook best wel veel bloed in je lichaam. Ik geloof iets van 5 liter of zo, 5, 6 liter. Dat is best veel bloed, maar hey, cut to the case. Hoeveel geld is mijn urine waard? Nou, ik dacht dus dat het echt een paar eurocent zou zijn misschien voor medisch onderzoek. En ja, in principe is er overal heel veel urine. Wat blijkt, je urine kan best veel waard zijn. Ik heb in ieder geval op internet de prijzen gevonden voor het kopen van urine. Nou, die zijn hoog. Dan heb je waarschijnlijk op internet een aantal mensen die hun urine aanbieden puur voor viespeuken. Net zoals dat vrouwen gedragen ondergoed verkopen en dat soort dingen. Dus je zou op Marktplaats zeg maar je urine aan kunnen bieden. Zeg je nou, ik ben een... Het helpt denk ik vooral als je een klein jongetje bent ofzo. Ik ben een 14-jarig jongetje. Er zijn er vast een paar pedofielen die best 20 euro voor je urine willen betalen. Of je die mensen daarin wil helpen. Ze gaan sowieso iemands urine kopen en daar 20 euro voor betalen. Kan het beter jouw urine zijn. Nee, het belangrijkste urine money ding valt in drugstesten. In heel veel landen heb je vrij weinig privacy in het gebied van je werkgevers. En je werkgevers zeggen gewoon ja, jij mag niet in je vrije tijd kilo's coke snuiven. Dus we willen graag dat je een beetje plas inlevert. En dan kunnen we aan de plas zien of je nog bepaalde drugs hebt gebruikt. En wat heel veel mensen dus doen die wel heel veel coke snuiven is in paniek raken. Want ze willen hun baan niet kwijtraken. Dus wat ze dan kunnen doen is nep urine inleveren. Je kan gewoon bij die test iemand anders urine inleveren. En dan gaan ze checken of er cocaïne in zit. En dan niet! Dus als je toevallig geen cocaïne doet, op een dagelijkse basis, dan kun je daar zeer zeker een flinke poen vervangen. Mijn beste makker. Kijk, dit zijn de dingen waarvoor je op Serpent Gameplay komt. Dit zijn de allerbelangrijkste feiten. Kan ik nog geld verdienen voor mijn plas of wat? Nou schijnt vaak dat bij die testen ze soms ook echt een mannetje naast je hebben staan terwijl je aan het plassen bent. En dat je een soort zakje in je lichaam moet doen. Zeg maar in je broek en dat je dan zo eruit kan knijpen. Je moet het heel stiekem doen. Je kan niet gewoon naar buiten lopen met al een gevuld bakje en het moet ook warm zijn. En er zijn hele strategieën voor. Dat wil je niet weten, maar er zijn hele strategieën voor hoe je urine kan vervalsen. Trouwens wel eerst gewoon in het eerste potje. Eyo, eyo. Ik had eerder al gepraat over dat urinetesten werken, maar heel kort. Urine gaat heel snel. Zeg maar, urine is eigenlijk gewoon gifstoffen uit je lichaam gooien. Waaronder dus dingen zoals cocaïne of delen van het cocaïne-molecuul, waardoor ze zien het was cocaïne. Dat werkt maar een paar dagen. Dus vaak gaan ze dan naar haren toe, want hele kleine hoeveelheden van dat soort stoffen blijven nog echt maandenlang in je haren zitten. Dus ik had ook een keer verteld in een andere video over een man die zichzelf had kaal laten scheren, zodat ze zijn haren niet konden testen. That's some good shit. Voor de rest, vandaag is het natuurlijk 4 mei. Nationale dodenherdenking, maar ook Nationale Star Wars dag. Het is mei, de 4th, de 4e, be with you. May the 4th be with you. Mogen mij de 4e met u zijn. Het is een Star Wars grapje. Ik heb de Star Wars films nooit gezien. Maar ik wil er niet te stoer mee doen, want blijkbaar is, ik heb nog nooit Star Wars gezien, het nieuwe. Ik ben vegan, dus ik hou me in. Er was natuurlijk nogal veel gezeik vandaag, rondom deze hele dag. De dodenherdenking voornamelijk. Ik ga eens wat anders vertellen. Waarschijnlijk zit ik zo meteen met dodenherdenking in de trein. En ik voel me opeens af, hoe viert men dodenherdenking in de trein? En blijkbaar zet de NS daadwerkelijk om 8 uur alle treinen in heel Nederland stil. Dat je even 2 minuten stil kan zijn. Dat vond ik best wel vet eigenlijk. Het is ook wel een goede PR van de NS. Het is netjes.
Ze zeggen, je hebt ook geen probleem met je overstap, want we verschuiven eigenlijk gewoon de hele dienstregeling met 2 minuten. Ik vond het in ieder geval een interessant dingetje dat ze op die manier de hele dienstregeling platleggen. En wat ik eigenlijk nog interessanter vond, was toen dacht ik best, ja, maar hoe gaat het dan met verkeer? Je kan niet met z'n allen op de weg in één keer stil blijven staan. Straks op de helft het niet en dan is het ook zo lullig. Nou, met het verkeer zagen ze eigenlijk gewoon, ja, je kan best 2 minuten stil zijn in het verkeer. Wat je dan even moet doen, is gewoon eventjes een afrit pakken en gewoon even bij een tankstation 2 minuten stilstaan. Dan dacht ik, ja, dat is waar. We hebben hier geen speciale verkeersregels voor nodig. Je moet het zelf maar gewoon even oplossen. Voor de rest was het vorig jaar, ik volg zo'n forum met gewoon Nederlandse mensen, met Nederlands nieuws en politiek. Het heet gewoon Reddit/The Netherlands. Altijd leuk daar. Altijd interessante vragen. Met veel buitenlanders die dingen willen weten waar ze de beste stroopwafels kunnen halen en gewoon veel nieuws. En er was op een gegeven moment een foto gedeeld, vorig jaar met Dodair denk ik, van een domino's bezorger. Die helemaal netjes zo zijn domino's scootertje langs de weg had gezet, puur zodat hij eventjes met zijn pizza stond hij er ook gewoon 2 minuten stil te zijn. Gewoon tijdens zijn werk. En vonden mensen een mooie foto. Vond ik ook wel mooi. Maar er was dus afgelopen week veel gezeik rondom dodenherdenking, want er is een protest gaande. Ik had het hier over gisteren in de stream en iemand vroeg ook Rick, wat is eigenlijk het verschil tussen protesteren en demonstreren? Een goede vraag eigenlijk. Voor mij, ik heb het niet opgezocht, maar voor mijn gevoel is protesteren, misschien is het eigenlijk een demonstratie. Protesteren kun je gewoon niet eentje doen. Als iemand zegt, hey, ga je kamer opruimen? En je zegt, nee, fuck jou. Dan kom je in protest. En demonstreren is toch vooral met een grote groep mensen de straat op. Want je bent met z'n allen super boos. Dat is het verschil tussen protesteren en demonstreren. Ik denk dat er dan meer een demonstratie is. Komt erop neer dat dodenherdenking. Bij de meeste mensen denken bij dodenherdenking voornamelijk aan het herdenken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Maar het is eigenlijk gewoon slachtoffers van de oorlog heel breed. En is er nu een organisatie van mensen genaamd Geen 4 Mei voor Mij. Wel een grappige naam. Die zeggen, ja, maar hey, als je alle slachtoffers van de oorlog herdenkt, herdenk je ook Nederlandse soldaten die Indië binnenkwamen vallen en daar allemaal kut aan doen waren. En dat zijn oorlogsmisdadigers. Dus, je moet expliciet vermelden dat we die niet herdenken ofzo. En anders dan is het een feestdag voor de witte man en zijn jullie allemaal racisten. Dus, uit protest hadden ze besloten, wij gaan tijdens dodenherdenking superveel lawaai maken. Gewoon iedereen 2 minuten stil, nee, wij toeters en bellen, luchtalarmen, wow, wow. En iemand vroeg, Rick, wat vind je nou hiervan? En het ding is, in principe, behalve dat het heel gemeen en heel lullig is, is het wel heel slim. Het ding van een protest slash demonstratie is, je hebt een mening en daar wil je aandacht voor. Dat is voornamelijk waarom je de straat op gaat. Vaak ga je niet eens de straat op omdat je denkt dat het helpt. Je wil meer dat meer mensen weten dat iets niet goed is. Heel vaak als je maar gewoon met genoeg mensen de straat op gaat, dan komt het in het nieuws. Dan heb je meer mensen die misschien jouw ideeën kunnen aanhangen, weet je wel. Dus dat is het hele fijne eraan. En in principe, als je zoiets extreems doet, als iets wat toch in Nederland al redelijk heilig is, zoals een 2 minuten stil, even 2 minuten in je bek houden. Als je daar gewoon volledig doorheen gaat blaren met geluid, dan is er wel heel veel aandacht op je gericht. Dus er is nu een hele rechtszaak geweest met, mag je dat doen? Mag je dodenherdenking verpesten? Kijk, in principe, we zeggen allemaal, dit is super kut, doe dit niet. Maar zo werken wetten niet. Wetten zijn echt, het moet op papier staan dat het niet mag. En ik dacht meteen al, ik heb geen rechten gestudeerd, maar ik dacht meteen, misschien onder verstoring van openbare orde kun je nog wel zeggen dat het niet mag. En dat hebben ze nu gedaan. Ze hebben gezegd, ja nee, is de verstoring van openbare orde, als je het doet, pakken we je op. Zei iedereen, oké, doen we het niet. Zei één gast, ik doe het wel. Zei ze, oké, je krijgt een gebiedsverbod. Jij mag lekker niet naar de dam toe. Doei! Zo makkelijk kan het natuurlijk gaan. Het ding is, je trekt veel aandacht naar je onderwerp, maar ik heb ook het gevoel alsof heel veel mensen daardoor niet met je eens gaan zijn. Ik weet niet of jullie het nog weten van die zelfmoordpoging laatst in de Tweede Kamer. Er was een man die was heel erg voor een nieuw softdrugsbeleid. Ik heb trouwens net verloren van Ludwig. Je moet gewoon Ludwig zijn om nummer 1 te worden. Er was een gast die vond dat het Nederlandse wietbeleid is momenteel heel slecht. En hij heeft best wel gelijk. We spelen 200cc. 200cc is echt onspeelbaar. Je gaat gewoon veel te hard. Het is echt gewoon heel kut. Ik hou van Mario Kart, maar 200cc is echt gewoon too much. Maar iedereen heeft dit probleem. Iedereen heeft iets van, what the fuck, waarom 200cc? Je vliegt iedere bocht uit. Er was een man die wilde dat... Kijk, het probleem in Nederland is dus momenteel dat je mag wel wiet kopen, maar je mag het niet verkopen en je mag het eigenlijk niet groeien op grote schaal. Maar waar komt dat dan vandaan? Het is nog steeds half illegaal. Terwijl, maak het gewoon even legaal, kun je veel geld verdienen. Dus die man wilde daar aandacht voor. Hij was al de hele tijd aan het protesteren slash demonstreren voor de Tweede Kamer. En toen op een gegeven moment dacht hij, weet je wat, ik doe gewoon een zelfmoordpoging in de Tweede Kamer, dan krijg ik wel aandacht. En dat had een goed punt, hij was in het nieuws en zo, dat was super aandacht voor zijn mening. Alleen, hij wil dus eigenlijk dat er een progressiever drugsbeleid komt, maar door jezelf op te hangen in de Tweede Kamer, denken ze juist, ontstaat juist het beeld van, hey,
al die mensen die heel veel wiet roken zijn allemaal gekker hun hoofd. Misschien moeten we juist een harder drugsbeleid gaan voeren, weet je wel. De vraag is dus voornamelijk, je krijgt misschien meer aandacht voor je denkbeeld, maar is dat wel de goede aandacht? Dat is vooral denk ik een beetje de vraag. Dus dat. Tot nu toe hebben we al erg veel geleerd in deze video. Van alles over de waarde van je urine. Allemaal andere meuk. Ik wil het graag nog over één ding hebben, omdat ik het super interessant vond. Ja toch, je moet af en toe een beetje ergens over praten. Praat dan over dingen die je super interessant vindt. In de middeleeuwen heb je altijd heel veel rare shit. Ja, wist je dat nog niet? Veel rare shit. Je hebt onder andere dingen zoals... Dat weet je, dat vroeger dat ze dachten dat iemand een heks was. En dat ze dan als bewijsmateriaal je in het water gingen gooien. En als je naar de bodem zonk, en dan was je geen heks. Dat soort rare dingen hadden ze natuurlijk in de middeleeuwen. Er staat ook iets heet in een trial by combat. Of het zit alleen in Game of Thrones. Dat je aan kan vragen dat de goden voor jou bepalen. Door dus mensen tegen elkaar te laten vechten. En als jouw strijder wint, dan blijf je leven. Maar ze hebben ook iets wat heet... trial by ordeal. Of vertaald, even kijken als ik het zie staan. Een proces bij godsoordeel. Het lijkt een beetje op het hele, we laten je naar de bodem zinken als je een heks bent. Als je geen heks bent. Maar hier ging het anders. Het proces bij godsoordeel ging als volgt. Er was een priester, die pakte een bakje met kokend water. En dan moest je je hand insteken. En als je hand niet verbrandde, dan was dat omdat God je had beschermd en het water had betoverd. En dan werd je vrijgesproken. Dus als jij zelf heel veel vertrouwen had, dan dacht je, oké, God, sta maar bij. Ik steek mijn hand in het brandende water, in het kokende water en alles komt goed. Nou is het ding dus dat heel veel mensen hierdoor vrij werden gesproken. In tegenstelling tot het, we gooien heks in het water. Niemand was een heks, heksen bestaan niet. Dus iedereen die een anker aan zijn been kreeg om een steen in het water werd gegooid, verdronk gewoon. Maar in dit geval, als laat God het water niet koken op mijn hand. Heel veel mensen hebben dit overleefd. Niet omdat ze zo stoer waren dat ze gewoon, wow, doe ik even, anders ga ik dood. Gewoon even goed op elkaar bijten. Nee. Heel vaak, de priester, die kookte het water stiekem niet. Hij deed gewoon stiekem lauw water. Of wel een beetje warm water, dat er wel damp vanaf komt als het lekker koud is buiten. Maar niet kokend water. Dat was voornamelijk om meerdere denkredenen. Onder andere omdat de priester denkt, ja, volgens mij is deze gast onschuldig. En ik denk dat God druk is. Dus weet je wat, ik doe het maar gewoon even voor de zekerheid. Of dat je ze om kan kopen, weet je wel. Hey, ik geef jij eens een paar mooie ducaten. Zorg jij even voor dat het water gewoon een lekkere lichaamstemperatuur is. Ik vond het in ieder geval een heel interessante manier. Wat ik vooral interessant vond is... Het idee is dus dat iedereen die goed is, die 100% puur is, die wordt beschermd door God. Dus eigenlijk alleen slechte mensen kunnen zich branden aan het water. Dit soort dingen kun je toch heel makkelijk testen. Ik snap dat de wetenschappelijke methode en zo pas Franse revolutietijden en shit toen pas een beetje een ding werd, maar... Zeg maar, je kan toch ook gewoon even een keer vragen, hey priester, jij bent toch 100% goed? Kan jij je hand er even insteken? Gewoon even om te checken of het zeg maar werkt. Hoe kom je op de theorie dat alleen slechte mensen verbrand worden door het water als nog nooit een goed persoon zijn hand in het water heeft gestoken en niet verbrand is? Ik snap gewoon echt niet hoe ze op dit soort theorieën kwamen toen de tijd. Ik snap dat ze dus wat minder logica hadden en dat wij dus nu wetenschappelijke methoden hebben. En dan denk ik, ja, je moet het wel op twee manieren testen, niet alleen maar... Niet alleen maar van één kant, oh hij brandt zijn hand, dan zal het wel een boef zijn, dat dachten we toch al, dus hey. 1 plus 1 is 2, nee het is ook wel handig om zeg maar te testen of niet boeven, dan ook niet verbrand worden, dus ja dat. Dus ja, dikke vette dat. Voor de rest wil ik graag de rest van deze video gebruiken om nog even gaan te praten over niet per se mijn favoriete band, maar wel een leuke band. De Sex Pistols. Ik moet zeggen dat ik niet heel veel nummers ken van de Sex Pistols, maar ik had iets over ze gelezen en ik vond het super grappig. De manager van de Sex Pistols. Die heeft een bondage winkel. Hij verkoopt zeg maar voorwerpen over mensen vastbinden, zweepjes, latexpakjes en zo. Hij heeft daar zelf een bedrijfje in, naast de bandmanager. Dus hij had aan de band gevraagd, hey, kunnen jullie een nummer schrijven over submission? Submission als in onderdanigheid, weet je wel, wanneer je vast laat binden en even lekker door een of andere grote Duitser in je kont laat boren. Kun je daar een nummer over schrijven? Wij schrijven een nummer over submission. Dus wat ze gedaan hebben is ze schreven een nummer over een missie van een onderzeeër. Submarine mission. Ik wil het nummer echt luisteren. Het is waarschijnlijk een nummer van de Sex Pistols getiteld Submission. Dan denk je dat het over seks gaat. Vooral met een band genaamd de Sex Pistols. Maar nee, het is een nummer over onderzeeërs. Die een missie hebben. Dat is best vet man. Ik hoop dat ze ook een nummer hebben over James Bond en een missie van hem en dan Submission. Ik vond het wel grappig in ieder geval. Het is maar net wat je grappig noemt natuurlijk, dat dan ook alweer. Ik zit er waarschijnlijk zo meteen met doden denk ik in de trein. Ik ben erg benieuwd naar mijn ervaringen en bevindingen.
Voor de rest, ik wil eigenlijk wel een televisieuitzending kijken. Normaal gesproken boeit de dode deze televisieuitzending me vrij weinig. Ik kijk het meestal wel, want dan weet ik gewoon goed wanneer ik mijn bek moet houden. En ik vind dat trompetje altijd wel leuk. De... Ik verneuk het helemaal. Je moet het vaker zien, denk ik. Ik ben toch benieuwd of er geschreeuwd gaat worden. Door een of andere debiel. Dan wil je dat toch even zien. Ja toch, was ik er weer bij. Nou, het eerste potje was fantastisch. Nu zijn we 9e geworden. Vandaag hebben we 1 ding geleerd. Speel nooit, maar dan ook nooit, als Peach. Even kijken voor deze aflevering van Mario Kart 8 Deluxe Online. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Hou even je klep, dat is dodenherdenking. Ik had van mij vorig jaar een video gemaakt waar ik een klein beetje tegen dodenherdenking was. Maar voornamelijk het idee dat je moet mensen niet zo forceren. De mensen die de doden willen herdenken kunnen dat natuurlijk ook soort van wel zelf doen. Ik ben ook weer geen groot fan van doden herdenken op zich. Maar ik vind sowieso dat als een aantal mensen zeggen, hey, we hebben 2 minuten de tijd om onze doden te herdenken, hou dan even je bek. Dat sowieso. Maar in principe om dan echt een ieder jaar een moment te nemen en we zeggen, je moet nu denken aan de slachtoffers van de oorlog. En meteen daarna zenden we Schindler's List uit en dan wat oorlogsdocumentaires. De oorlog is verschrikkelijk. Om nou echt een moment mensen te dwingen dat te doen haast. Je kan het ook gewoon niet doen hoor, ze kunnen niet kijken wat er in je hoofd gebeurt. Ik doe het altijd wel, want ik vind het toch wel belangrijk iets dat we denken aan dat oorlog best slecht is. En dat we dat misschien op de korte termijn niet nog een keer moeten doen. Hoef ik niet te vechten, kan ik lekker Mario Kart spelen. Helemaal dikke vette prima. Nou, kijk naar deze aflevering, tot de volgende aflevering. Doei!